En het is tijd voor de nieuwe Daily Challenge. 760 en het is toch al 2 uur 's middags. Het lijkt wel alsof het minder wordt iedere dag. Laten we eens kijken waar we beland zijn. Dit ziet er Amerikaans uit. Ga jij mijn vermoedens bevestigen? Ik zou misschien een klein beetje naar die kant toe moeten. Ik denk niet dat het Frankrijk is. Maar ik denk ook niet dat het Amerika is. Laten we eens kijken. Minimum 50. En een stad denk ik niet. Ik denk dat ik vrij zeker kan zeggen dat het Canada is. En gezien dat het een Frans gedeelte heeft. Quebec. Pakketvul. Ja. Jezus. Misschien dat ik van dichterbij nog wel een meer informatie kan krijgen. Nope. Even kijken. Ik denk dat we er verstandig aan doen om de andere kant op te gaan. Kijken of dit, want het kan natuurlijk ook nog. Ik denk het bijna niet hoor. Het is sowieso is het Canada. En met alle Fransen zal dit waarschijnlijk wel Quebec zijn. Ik had gehoopt dat er een. Oh. Dat er iets van een dingetje zou komen. Hoe heet het? Een plaats waarop ik mijn. Oh, kijk daar. Kom op. Wacht even. Ja. Het is New Brunswick. New Brunswick. Dit is niet. Op het laatste moment. Jesus. Poeh, dat heeft me veel punten gescheeld. Ha, hallo Engeland. Jezus. Ze maken het me vandaag wel makkelijk. Dan zullen er wel veel mensen zijn die een hoog score hebben gehaald. Kunnen we misschien een stadje eruit halen? Even kijken hoor. All care, community care services. Meestal wil ze daar nog wel eens een naam bij geven, weet je. Kom op. Zeg dan iets van, ah, welkom in Londen Community Service. Woehoe! Arriva. Hey. Ik zit niet in Engeland, ik zit in Nederland, want nee, in Zuid-Afrika alleen in. Godsamme. Echt serieus, hè? Nope. Pretty Gate Road. Misschien is het ook al een Pretty Great Road. Dat weet ik ook niet. Ik woon er niet aan. Ho. Oh. Dan even terug. Stapje terug.
Van Dijk Road en. Misschien. Dat er bij die school wel iets staat. Hopelijk ga ik nou nog steeds richting die school en niet dat ik er nou voorbij ben gegaan. Hallo. Nou, even checken of ik inderdaad wel in Engeland heb gezet. Beetje ietsje meer naar het midden, dat zou niet verkeerd zijn. Is er nog steeds een road? Magazine Farmway. Wauw. Jesus. Oh, hallo. Dammit, ik had gehoopt dat bedrijfjes waar een naam bij stond. Misschien daar. Bestelbusje. Nope. Wat de hak, joh. Je bestelbusje, ik zet je er niks op. Heb je een bestelbusje? Zit je niks op? En we zullen zien, waar was het? Het was in Colchester. Het grappige is dat Engeland bijna altijd gewoon dikke punten oplevert. Wat, Engeland weer? Nee? Ja? Ja? Ja. Ja, weer Engeland. Jesus. Of Noord-Ierland, maar goed. Plop. Plop. Oké. Okay. Nou, kijken of we nou wel iets van een naam kunnen. Hallo. Nope. Ik denk wat ik zeg. Ik denk dat ik beter deze kant op kan gaan. Want ik denk dat ik die andere kant meer de wijk in ga. Niet dat dit niet de wijk is. Maar. Ik denk dat ik hier meer. Oh. What the fuck. Oh. Kom op. Really? Het zijn allemaal lage huisjes. Ik weet niet of dat iets aangeeft dat het in oh, daar zag ik een, is dat een te koop bordje? Oh, what the fuck. Even kijken, ja, dat is een te koop bordje, nee. Ik zou natuurlijk stiekem dat ding kunnen googlen, van your, wat was het, your movement. Waarom ga ik hierin? Ik hoef echt niet in dat achteraf weggetje. Jesus. Kom op. Oh, oeps. Ja, dat is de schuld van de muis. Brr, 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 brr. Nee, deze keer deed ik het helemaal zelf. Kom op, geef me. Dit is een rotonde. Daar moet toch wel iets staan van een bord, zou je zeggen. Van deze kant naar deze kant en Town Center South Beach. Dus dat betekent dat dan de beach zit. Klop. Ik kan natuurlijk ook aan de andere kant van Engeland liggen, maar ik weet niet. Ik weet niet. Mitchells, ja. Oh, werden dat daar dan weer een fucking. Oh, wauw. Moet je nagaan als ik hem ergens anders had weggezet. Dat is echt gewoon mazzel hebben dat ik hem. Dat ik zou bieden. We zullen aan de andere kant van heel. Plop. Dit is in ieder geval niet Engeland. Want we rijden gewoon aan de normale kant van de weg. Het doet een beetje.
Afrikaans aan Bontibor. Bontibor. Even kijken nog. Is het ook naar Bontibor? Ja, maar daar staat er meer op. Nkwanta en Bontibor. Nou, we zullen eens kijken. Wat heb ik ooit allemaal gehad? Ivoorkust. Dat is volgens mij een van de eerste afleveringen. Ivoorkust. De Quanta. Hey. De Quanta. Zou dat hoofdstad of zo betekenen dan? Ha. Ja, ik ga mazzel weer dat ik inzoom. Oh, volgens mij betekent de kwanta gewoon iets van. Zou dat dan een focus ook zijn? Even kijken nog, want ik wil niet. Ik zie hier in ieder geval geen de kwanta staan. Hier toch wel heel duidelijk. Oké, dan gaan we kijken of we Bontibor kunnen vinden. Bontibor. Oh, nope. Even kijken. Kijken of we nog minder kwantas kunnen vinden. We hebben in ieder geval twee gevonden. Bontibor. Bontibor. En dan hou ik geen kwanta mee vandaag. Ik heb er twee gevonden, maar that's it. Helemaal is dat nou niet gewoon. Ik denk dat ze moet toch bijna wel kloppen. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zou kloppen. Dat ik twee keer zie staan en dan vervolgens dat het ergens in dingen is of zo, weet je. Weet ik waar. Ver weg is dan of zo. Het was wel Ghana, maar het was aan de heel andere kant van het land. In ieder geval de Nkwanta was goed. Dus de Nkwanta zijn Ghana, onthouden. Dat is wel een bochtje. Kijken of ik snel. Oh ja, daar is het bordje. Cayman, hoe is dat onleesbaar? Is onleesbaar, dat kan ik niet eens. Kan je eens uitmaken of spijkerschrift of wat dan ook is. Het zou zomaar eens gezond kunnen zijn, hoor. Dit zou zomaar eens gezond kunnen zijn. Even kijken of ik iets. Ik moet iets met tekst vinden. Maar komt daar iets met tekst aan? Of zijn dat. Ja, nou, het is in ieder geval iets. Het is een wat is dat joh? Wat is dat? Dit is Turkije. Het is niet Rusland. Het is heel erg Turkije. En ik heb tot nu toe alleen nog maar bovenin, of daar bovenin, of hier meegemaakt, dus ik kan hem daar gewoon het best wegzetten. Ik denk één keertje hier, maar dat is zo zeldzaam. Even kijken, ja, nou zou het best wel kunnen met de hoge, maar dit
Dit is ook hooggebergte. Kijk, hebben we hier misschien een plaatsnaam? Niet dat ik daar nog veel mee kan op 45 seconden, maar wie weet staat er van in het oosten, of niet dat ik in woord Turk kan. Nee, dit bevestigt trouwens echt wel dat het wel echt Turkije is en niet Rusland. Want niet toevallig net het enige Russische of het enige Turkse reclamebord in Rusland tegenkomt. Weet je, dat zul je altijd zien dat het dan is. Bulvadin. Aan een plaats kunnen zijn. Bulvadin. Het zat ergens anders. 22.000, dat is nog niet een hele slechte ronde. Maar luister, ik heb ook gewoon twee mazzeltjes gehad. Die met de UK, dat ik South Beach zie staan en dat ik hier New Brunswick zie staan. Anders was het echt veel minder geweest. Kijk, het staat nou nog 7e, maar dat zal misschien na afloop van de dag nog wel zakken. Wanneer komt mijn slechte ronde? Want ik doe het veel te goed de laatste tijd. Volgens mij heb ik Geocache echt een dag dat ik maar 5000 punten haal of zo in planning. Nou ja, die dagen moeten er ook tussen zitten, daar leer ik van. Om het zo maar te zeggen. Maar goed. Morgen weer een dag, weer een daily challenge en weer meer dingen om te leren en net te ontdekken en mazzeltjes en tegenslagen te hebben en noem maar op. Oké, toedels.